Als er een grote ster in opspraak raakt dan weet je één ding zeker, je kunt altijd nog bij Jan Slachter terecht. Zijn omroep Max is inmiddels verworden tot het opvanghuis van zielige tv-egeltjes. En ook Gordon komt bij de omroepobo continu in een warm bad terecht. De zanger maakte in december zelfs zijn tv-comeback in een of ander kerstconcert van Max. De tv-carrière van Gordon is abrupt tot stilstand gekomen nu zijn overeenkomst met Talpa is verlopen en hij heel lelijke dingen heeft gezegd over zijn oud-werkgever. Alleen wordt het lastig, analyseert showkenner Aaron Bade aan de desk van RTL Boulevard. Met Gerard zou wel echt een gouden combi zijn, maar dat zit er echt voorlopig niet in. Gerard Joling moet er niet aan denken om nog wat met Gordon te gaan maken, weet Aaron. Gerard is er echt helemaal klaar mee, heb ik gehoord. Dan zou het bij omroep Max moeten kunnen, misschien, omdat ik hem samen met Jan Slachter bij tijd voor Max heb gezien. Daar zaten ze samen aan de bitterballen en de wijn. Jan gedraagt zich echt altijd zo bij in opspraak geraakte BN'ers, vervolgt Aaron. Hij is toch als een soort barmhartige Samaritaan die alle gevallen sterren binnenhaalt? Dus we hebben Jan Slachter gevraagd van, heb je voormats liggen? Nee, zei hij. Er is geen vacature op dit moment, dus we zijn niet geïnteresseerd op dit moment. Je draaft nu door. En toen gebeurde er iets opmerkelijks, aldus de showkenner. Hij dacht dat hij op had gehangen, maar dat was niet zo en toen zei hij, dat was Boulevard. Of we in gesprek zijn met Gordon, flikker toch op: ja, dat was Jan Slachter, die zit ook lekker in de wedstrijd, hè? was getekend: Jan Slachter.